Ja, helemaal heel Doe dat nog eens. Hoi! Dit jaar is er 1 finale met 4 ex en 2 ex daarvan die gaan wij vandaag overvallen. Wij staan hier al, maar zometeen gaan we iemand verrassen met heel leuk nieuws. Dat is namelijk Anna. Zij denkt namelijk dat ze een interview heeft met Jaap en Joep van Hilversum in Beeld. Maar die bestaat eigenlijk niet en ze zitten bij ons in het complot. Hé, hey, ik ben Jaap en ik sta te wachten op Anna. Anna hebben we hier naar Hilversum gelokt. Voor Hilversum in Beeld. Hilversum in Beeld bestaat helemaal niet. Ik ben namelijk Jaap en ik ben geen verslaggever van Hilversum in Beeld. Ik ben de publieksopwarmer van Zapp Live. Anna komt dadelijk hier naar deze studio toe. En dan gaan we haar overvallen. Dus het is enorm spannend. Ik ga proberen deze kant op te lokken. Wat vragen te stellen. En dan wordt ze dadelijk overvallen door de jongens van Force. Enorm spannend. Kijk of ze komt. Ze komt zo meteen met haar moeder hier naar binnen. Aan de receptie. Wij gaan stiekem zo achter haar sluipen. Zorgen dat ze ons niet hoort. En dan één keer boom. Ja, en dan heel goed. Wauw, doe dat nog eens. Boom. Hey, hallo. Hi. Kom verder. Kom erbij. Zullen we gaan nu naar... Is het er? Ja, volgens mij. Ik ben Jaap. Anna. Ik ben Jaap van Hilversum in Beeld. Wat goed dat je er bent. Zullen we even kijken voor het beeld? Kunnen we meteen een stukje, zullen we een klein beetje bijschuiven? Kom je wel iets verder bij, hoor. Dat de achtergrond is. Ja, zo. Dat is prima. Ja. Okay. Komt u maar iets verder, hoor. Komt u een beetje aan de zijkant staan. Dan gaan we meteen beginnen. Vind je dat goed? Ja. Daar staat wel Jaap. Hé, Anna. Jouw passie is echt zingen. Ja. Wat doet zingen met jou? Ja, het is gewoon echt... Een soort van mijn leven en zo. Ik vind het gewoon super leuk. Wacht even. Jou liever even een beetje zo. Zo, kom. Ja? Ja, dan draait je nu zeg maar af. Oh, ja. Heel goed. Een momentje, hoor. Ja, en doe het nog een keer. Nog een keertje doen. Oké, 3. Beginnen we helemaal. 2. 1. Hey Anna, muziek is jouw passie, hè? Wat betekent muziek voor jou en wat betekent zingen voor jou? Ja, het is gewoon echt mijn leven. Ik vind het gewoon super leuk om te doen en zo. Je kan goed je gevoel uiten en zo. Dus ik vind het gewoon heel leuk. Je vindt het gewoon echt heel leuk. Ja. Hey, en jij bent natuurlijk al een beetje gewend om op het podium te staan. Live shows heb je al gedaan. Hoe voelde dat? Vertel eens. Een live show is best wel, want bij een normale show dan kan je alles eruit knippen en zo. En dan heb je, als er iets fout gaat en zo, dan kan je het eruit knippen. Maar bij een live show is het, dan moet je echt gewoon perfect voorbereid zijn en zo. Ja. Het moet wel heel stil zijn, want anders kan ze ons horen. Ja, dan is en de zien. Verrassing natuurlijk weg. Ja, dus we moeten heel stil zijn. Ik vind het wel spannend. En dat was de Voice Kids natuurlijk. Dan zijn wij natuurlijk van Hilversum in Beeld enorm nieuwsgierig. Misschien mag je het nog helemaal niet zeggen. Maar zijn er nog dingetjes dat je denkt, nou, dat wil ik, kan ik vast met jullie delen. Zijn er projecten die eraan zitten te komen? Ja, maar daar mag je nog helemaal niks over zeggen. Oh, wat spannend. Er zit nog niks aan. Nee. Oh, wauw. Hey, en zingen is het van jou. En waar zing je dan het liefst over? Waar denk je aan? Waar moet ik aan denken? Ja, gewoon... Ik vind... Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Ik gewoon... Hele moeilijke vraag, hè? Ja, hele moeilijke vraag. Muziek, maar muziek... Wij hebben iets voor jou. Maak maar open. Want jij staat namelijk in de finale van het Junior Song Festival. En wat dacht je toen je naar Hilversum kwam? Ja, ik dacht, ik ga gewoon een interview doen of zo. Ik had niet echt door dat, dat dit zou gebeuren. Wat vind je dan ervan? Je zit gewoon in de finale. Ja, ik ben echt super blij. Dat je uit zoveel kinderen dan opeens in de finale gaat staan. Dat is echt super leuk. Nee, je krijgt een eigen nummer. En wat voor soort nummer, wat voor onderwerp zou je graag willen? Onderwerp? Ik denk gewoon over vrienden, vriendschap en zo. Dat iedereen vrede met elkaar heeft en zo. En wat verwacht je van de finale? Ik denk dat het heel erg leuk gaat worden. Het wordt gewoon... Ik heb er gewoon super veel zin in. Ah, mooi zo. Nou, veel succes in de finale en ook veel plezier. Dank je wel. Alsjeblieft. Bye.
wij zijn vandaag bij Zapp Live om ons nieuwe nummer te zingen voorbij. Ja, en in het publiek zitten ook 4 meiden die van de audities van het Junior Song Festival zijn. Over the hills and far away, a million miles from LA, just anywhere away with you. Ik zit hier in de auto zoals je kunt zien en ik ben onderweg naar Hilversum. Want ik heb vandaag, ik ben uitgenodigd door Zapp Live. En vandaag heb ik dus een opname daar. En ik vind het heel erg leuk, want ik ben nog nooit eerder bij Zapp Live geweest. Nou, ik ben dus nu in de parkeergarage van Zapp Live aangekomen. Ik heb er echt super veel zin in. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ik ben echt heel erg benieuwd wie er nog meer komen en hoeveel mensen er überhaupt zijn. En ik heb ook een paar vragen zeg maar voorbereid, want ik ben wel echt een beetje zenuwachtig, maar dat komt allemaal wel goed. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Ik heb er ook heel veel zin in. Ja. En we gaan het allemaal zien. Ja. Kijk, daar zitten ze in het publiek. Ze denken dat ze vragen gaan beantwoorden over de auditie van het Junior Song Festival. Maar eigenlijk gaan we ze het goede nieuws vertellen dat zij als meidengroep in de finale staan van het Junior Song Festival. Zouden ze iets door hebben? Volgens mij hebben ze echt helemaal niks door. Let's go. Let's go. Let's go. Onze volgende gasten wonnen dit jaar de felbegeerde Zapp Award voor beste artiest. En vandaag hebben wij de primeur, want ze komen live een nieuwe single zingen. Mag ik een applaus voor Force! Ja. Zenuwachtig of niet? Ja. Jawel, echt vet wel. Nee. Nou, succes, zet hem op, hè. We gaan zo bijna. Ze denken nu dat wij weg zijn, maar we staan hier gewoon achter. We staan hier achter, ja. De uitzending is nu gewoon bezig. Ze zitten in het publiek, we hebben niet opgetreden. En nu? Nu slapen. Yes. Kom je er even bij? Ja. Kom eens even. Ja. Gaan we even een beetje ruimte maken, gewoon weer lekker zo. Dolly zit echt een dagje uit. Maar ik heb zo'n gevoel ergens over. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik durf bijna niet hardop te zeggen. Want straks is het niet zo. En moeder zo, nee,
komt allemaal wel goed, gewoon rustig. En toen denk ik zo, oké. En toen kwamen wij samen en Jess had dat ook. En wij echt zo allebei van, oh, spannend, maar we gaan er gewoon maar naartoe. Maar we durfden het niet te hopen eigenlijk. Ja, omdat ja. En we dachten al, ik dacht eerst echt helemaal niks. Ik dacht, oh, er komen nog meer kinderen, ja, maar we waren maar met z'n vieren. Ja, en dat vonden we al een beetje onwaarschijnlijk, omdat we ook al met z'n vieren ja. Auditie hadden. Ja, en wat hopen jullie, wat jullie nummer, nieuwe nummer wordt? Een liefdesnummer of een up-tempo nummer? Ja, gewoon ja. Echt een heel leuk nummer. En dan up-tempo of rustig? Mij maakt het niet uit. Allebei heel mooi. Ja. Ja. Nou, in ieder geval, Gefeliciteerd. Ja. Gefeliciteerd, meiden. Dankjewel. Just take me anywhere, away with you. Just take me anywhere, away with you. Nou dames, we zien jullie snel weer, net als de video van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Zeker, ja. En doe een blauw duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Ja, we zien jullie volgende keer weer. Doei! Ik wil mijn moeder bellen! Nou, wij zijn dus door. En we zijn super blij. Ja. Ja. En we zijn dus een meidengroep geworden. Ja. Ja. Ik denk ook echt dat het super gezellig met jullie gaat worden. Alleen we hebben nog een klein probleempje, namelijk. We hebben nog geen naam. Ja. Dus laat even in de reacties weten of jullie een idee hebben voor onze nieuwe naam. We hebben jullie hulp heel hard nodig. Doei! Bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer op je YouTube kanaal en druk... Wacht, vergeet. Ja. Yay! Is dat cool? Hoi! 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 Dat is namelijk Anna. Zij denkt dat ze een interview heeft met Jaap en Joep. Wat? Oké, ja. Die doe. Bam. Ja, doe. 3, 2. Wij zijn heel erg benieuwd naar haar reactie als we straks de partypoppers op haar af gaan laten schieten. Van uit haar rug, zeg maar. Ja, vanuit haar rug. Nee, ik bedoel dat... Op haar dat rug. Is... Andersom. Hou de site in de gaten voor meer video's van ons en van de nieuwe finalisten. Doei! Doei!